En ooit heb ik eens geleerd, ook als je voor de radio iets zegt, dat je niet moet zeggen luisteraars, maar je moet zeggen luisteraar. Dus je moet je wenden tot één iemand. En dat zal nu ook het punt zijn, want iedereen zit op een eigen plek ergens te luisteren. In de middag of in de avond. Misschien zelfs in de nacht, hoewel de nacht natuurlijk bedoeld is om te slapen. Maar niet iedereen kan goed slapen in de nacht. Dus daarom zeg ik maar goedemorgen, goedemiddag, goede avond of goede nacht. Mijn naam is Marinus van den Berg. Ik vond het een bijzondere eer om voor dit congres uitgenodigd te zijn. Culturele antropologie. En ik was natuurlijk ook heel erg graag gekomen. Maar alles is nu zo anders. En dat heeft ook wel wat invloed op de tekst die ik heb voorbereid. Ik wil aan de hand van een aantal punten iets zeggen over dat thema rouwen en herdenken. In dit jaar van 75 jaar herdenken dat de oorlog ten einde liep. Nu is maar de vraag wat ten einde lopen is. Dus daar kom ik toch wel op terug in mijn verhaal. Ik ga beginnen met een korte tekst voor te lezen. Herdenken. Jij wordt hier herdacht. Jij wordt weer genoemd. Jij bent niet vergeten. Jij die we zo missen, jij die alles zo anders maakte, jij zo aanwezig, afwezig. Jouw naam wordt hier genoemd. Jouw naam spreekt in ons hart. Jouw naam staat hier in het licht. We stonden zojuist even te kijken hier in Rotterdam naar een monument waar alle namen van kinderen op staan vanaf 4 maanden. Die hier weggevoerd zijn, kinderen tot 12 jaar oud. Daar staat trouwens ook aandacht voor de kinderen van wie we de namen helemaal niet weten. Dat is eigenlijk de meest pijnlijke nog, hè, van al die namen. En als je dat dan voorleest, die naam, en je noemt de leeftijd erbij en je zegt dat hardop, dan is dat eigenlijk heel indrukwekkend. En dan voel je eigenlijk weer hoe belangrijk een naam is. En in de Joodse traditie is een naam heilig. In de naam is altijd, als het ware, de eeuwige aanwezig. En als je iemands naam misbruikt, dan misbruik je eigenlijk de persoon. Je kunt er niet gevoelig genoeg voor zijn, ook zelfs niet voor het goed schrijven en het goed uitspreken van een naam. Dat is heel, heel waardevol. Ik zei het al, alles is nu anders, nu we in deze coronatijd leven. Het is volgens mij de 43ste dag. In mijn agenda, sinds alles op slot is gegaan. Je telt met de dagen en je leeft ook met de dagen. En ook dit herdenken wat we dit jaar doen, wat op vele plekken zou gaan plaatsvinden in het openbaar. Hier vlakbij was in januari dat indrukwekkende monument van Rozengaarde, met al die steentjes die werden aangelegd. Ik ben daarbij geweest. Ongelooflijk indrukwekkend om dat te zien. Dat zal nu overal verspreid door het land worden. Alles loopt nu anders, net zoals jullie congres anders loopt. En we moeten elkaar helemaal nog de weg vinden hoe we toch dat doen. Want er is natuurlijk een reëel gevaar, een reëel risico, dat door de aandacht voor de corona, dat daarvoor dit eigenlijk helemaal op de achtergrond raakt. Dat het zo belangrijk is dat dat juist niet op de achtergrond raakt. Er zijn veel mensen die, merk ik wel, in de gesprekken die een vergelijking maken, zeker ook oudere Rotterdammers, waar we hier zijn, die het vergelijken met de oorlog. En sommige mensen zeggen het is nog erger dan de oorlog, want dan wist je nog wie de vijand was en nu is het een soort onzichtbare vijand. En eigenlijk is het misschien nog wel in die zin ook zo onwerkelijk. Wij kunnen als het ware elkaars vijand zijn. Zonder dat je het weet ben je drager van het virus, ook zorgverleners die zo ongelooflijk hun best doen, blijken ook dragers van zorg van het virus te zijn en kunnen dus zorgontvangers besmetten daarmee. Hoe bizar wil je het eigenlijk met elkaar hebben. Tegelijkertijd ben ik ook wel wat aarzelend over die vergelijking van met de oorlog. Het is ook wel een soort vergelijking die natuurlijk ook wel weer wat mank loopt. Dat is eigen aan alle
vergelijking kun je zeggen, want in de oorlog was natuurlijk wel er heel veel verschillen, maar een van de grote verschillen was natuurlijk wel dat, laten we zeggen, de uitroeiing van de Joden. Dat was een geplande organisatie, ongelooflijk minutieus gepland, niet alleen van de Joden, maar ook van de Sinti's en Roma's en de homo's. Dat was allemaal enorm gepland, maar wat er nu gebeurt is natuurlijk volkomen ongepland. Het is zelfs niet eens waar wat sommige mensen de hele tijd een beetje dachten, dat het vooral hoogbejaarden, kwetsbare ouderen zou treffen. En er zijn jongeren, er zijn mensen van alle. Het is volkomen willekeurig wat er op dit moment plaatsvindt en hoe mensen het slachtoffer worden van dit virus. En er is heel veel angst, maar dat was er in de oorlog natuurlijk ook. Het gevoel van veiligheid is helemaal weg op allerlei manieren. Dat gevoel van veiligheid, veilig te kunnen leven. Dat is een onderdeel is van leven in vrede, leven in veiligheid, ook emotionele veiligheid. Dat is wel weer een vergelijking die wel weer te trekken is. Het tweede punt wat ik zou willen zeggen, we hebben zojuist eventjes gefilmd op een plek. Dat is hier vlakbij, die heet Loods 24. En daar is een betonnen muur te zien, als een omlijsting van dat hele monument. En daarin zijn 12.000 gaatjes. Dat zijn als het ware gaatjes die erin geschoten zijn, alsof er een geweer op heeft teruggeschoten. En er zijn hier in Rotterdam en in de omgeving van Rotterdam, de Zuid-Hollandse eind, er zijn er ongeveer 12.000 mensen zijn er weggevoerd van hier naar Westerbork en daarna naar de kampen. En er zijn er maar enkele van teruggekomen. Gisteren stond ik met een meneer en zijn vrouw te praten bij dat monument. Zij wonen hier in Rotterdam, maar ze hadden dit eigenlijk nog nooit gezien, dus ik wees er hun op. En terwijl ik met hun stond te praten, vertelde die meneer dat zijn vader, dat hij in Nederlands-Indië was destijds, tijdens de Japanse oorlog, daar was de Japanse bezetting, die vader was kapelmeester, maar die had een brief gesmokkeld naar iemand van een Nederlander die als militair ook was, en die was daardoor vervolgens gevangen genomen door de bezetters. Hij was daar ook heel ernstig gemarteld. En dat kon je nog altijd zien aan zijn rug. Maar hij sprak daar helemaal nooit over. Hij wilde daar niet over spreken. Dat heb ik in mijn werk vanuit het pastoraat geestelijke verzorging heel vaak meegemaakt. Dat familie zei, vader sprak er nooit over. Dit was ook een voorbeeld van iemand die er niet over sprak. Maar deze man die vertelde mij dat zijn jongste broer... Die is helemaal op dit moment op zoek naar wat is daar eigenlijk precies gebeurd. Wat is er met mijn vader gebeurd? Want hij heeft er geen vrede mee dat hij daar zo weinig van weet. En hij heeft ook contact met het oorlogsdocumentatiecentrum om daar meer achter te komen. En we spraken eigenlijk met elkaar over de vraag, waarom wil je dat eigenlijk weten? En in dat gesprek heb ik eigenlijk benoemd dat heel veel dingen in het leven eigenlijk meer generationeel zijn. Het is niet van één generatie, maar het is van meerdere generatie. En het tweede punt, aandachtspunt, was dat het gaat over je ouders. En je ouders horen eigenlijk tot de bron van je leven. En hoe belangrijk dat is om te weten waar ze vandaan komen en wat er met hun gebeurd is, dat zie je ook in dat televisieprogramma Spoorloos. Maar een bron mag eigenlijk niet vervuild worden. En zeker niet door anderen vervuild worden. De oorlog heeft natuurlijk de bron heel erg vervuild. En dat kan natuurlijk ook tot onderstromen leiden, ook in je eigen leven, wat je helemaal niet begrijpt, maar wat alles daarmee te maken heeft. En dat het daarom zo belangrijk is, dat je wilt weten wat er gebeurd is. En dat je dat eigenlijk zelfs vrij gedetailleerd wilt weten. Dat weet ik ook vanuit mijn ervaring van rouw. Daarvoor hebben jullie mij ook gevraagd. Ik heb heel vaak gemerkt dat mensen heel precies willen weten hoe iets gebeurd is. Niet altijd meteen, soms was het veel later. Maar in de rouw ben je ook aan het reconstrueren, zou je kunnen zeggen. En je ziet als het ware dat deze zoon reconstrueert het leven van zijn vader. Het was een heel bijzonder gesprek wat we daar zomaar bij,
bij dat monument hadden. Het was gisteren, terwijl ik mij aan het voorbereiden was voor dit verhaal van vandaag. Nou, wat mij natuurlijk ook in deze coronatijd opvalt, elke avond op de televisie kun je dat ook zien, er worden altijd getallen genoemd. Hè. Zoveel overleden, zoveel inzicht. Maar ja, wat zeggen getallen nou eigenlijk zou je kunnen zeggen? Maar getallen zeggen natuurlijk wel, die zijn wel heel indrukwekkend, hè, als je dat ook hoort, hè, hoeveel mensen daar alleen al hier uit deze regio zijn weggevoerd, dat is natuurlijk buitengewoon indrukwekkend. Maar voor het herdenken is het ook heel persoonlijk. Het gaat van persoon tot persoon en van geschiedenis tot geschiedenis, zou je kunnen zeggen. En ik heb nog twee verhalen, eentje heel kort, waar ik dan aan moet denken aan mensen die ik heb ontmoet. Eén vrouw gaat over een vrouw die ik in mijn almeloze tijd, toen ik daar woonde, heb ontmoet. En daar ga ik heel kort even dit over vertellen. Deze vrouw was toen ik haar ontmoette, was ze 55 jaar. En alle keren, zeker de eerste keren dat ik ontmoette, was drie kwartier van het gesprek huilde ze. Dus alsmaar aan het huilen. Wat was dit voor een huilen? In de termen van de rouw zou je kunnen zeggen, het was uitgestelde rouw wat hier aan de hand was. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ik hier te maken had met uitgesteld huilen. Deze vrouw had met haar moeder in Nederlands-Indië in een kamp gezeten. En iedere keer als zij huilde, werd haar moeder geslagen. Ik heb hier zo'n stok bij me, hè. Dus het dubbel van de stok. De ene heeft er een hou vast aan, maar een stok was ook iets wat we nog angst voor hebben, omdat ze er mee geslagen werden. En deze mevrouw zei, daarom moest ik... Dus daarom mocht ik als kind niet huilen. En ik heb dus heel lang niet gehuild. Maar nu word ik ouder. En ze was ook niet lichamelijk niet in een goede conditie. Ik zou haast willen zeggen dat zij nu in onze tijd aan overgewicht zou lijden. Maar daar moet ik mee oppassen. Want het is pas veel later bekend geworden dat heel veel mensen die ondervoed zijn in de oorlog, dat die vaak ook later daar heel veel lichamelijke problemen mee hebben. Wat onder andere zich ook in lichaamsgroei zichtbaar is geworden. Dus laat ik er geen stempeltje op drukken. Maar toen ze bij mij kwam, toen had ze als het ware toestemming. Het was een soort veilige omgeving. Die heeft ze alsmaar gehuild. En ik weet wel dat een vriendin nog eens over haar tegen mij zei, ja, u krijgt helemaal een verkeerde indruk, want het is een hele vrolijke vrouw. Als ze met die vriendin uitging, was ze heel vrolijk. Maar als ze bij mij kwam, kwam al dat vreselijke, dat kwam weer terug. Het is met haar eigenlijk in een zekere zin, ja, ik heb haar een paar jaar lang leren kennen, dus ongeveer 3 jaar. En uiteindelijk is ze overleden, ze is niet oud geworden, ze is maar 58 jaar geworden. Ik vind het een tragisch verhaal. Ik heb altijd nog wel contact met zussen van haar. Dat is wel heel bijzonder. Nou, het tweede verhaal wil ik even iets meer over vertellen. Dat is ook wat zich hier in Rotterdam heeft afgespeeld. Dat was toen ik een aantal jaren geleden stond ik hier op de Rotterdam. Hè. Dat is een van de mooie grote hoge gebouwen, hè, van Koolhaas die hier staat. En ik stond zo op het balkon. Op de 7e verdieping uit te kijken naar de skyline van Rotterdam. En ik zei tegen een meneer die ik helemaal niet kende, wat een prachtig uitzicht hier heb je hier toch eigenlijk. En ja, zei die meneer, maar het heeft hier tijdens de oorlog wel heel anders uitgezien. Ik zei, ja, dat neem ik natuurlijk onmiddellijk aan. En hij zei, ik zou er wel een boek over kunnen schrijven, maar ik kom er niet toe. Ik kom er niet toe, zei hij. En toen zei ik tegen hem van, nou ja, ik kan u mijn e-mailadres geven en als u wilt, dan kan ik u misschien wel helpen aan iemand die u kan helpen om dat boek te schrijven. Want ik dacht, oh, die man heeft een heel verhaal, waarschijnlijk over de oorlog. 4 maanden later heeft die man mij ge-e-maild en ik heb hem voor de eerste keer ontmoet in het hotel Engels, restaurant Engels, daar bij het Centraal Station. En die man had een hele map bij zich. En in die map zat onder andere, dat was heel indrukwekkend, een envelop. En in die envelop zat een soort embleem. Hè. En er stond een nummer op. En dat was een Häftlingenmark. Een Häftlingenmark. Het was een markeringsteken. En dat was niet van hem, maar dat was van zijn vader.
Dat vond ik zo bijzonder. Ik had er nooit in mijn leven, ik heb er hier een foto van bij me. Ik had in mijn leven nog nooit zoiets zo vast mogen houden. En mogen, ik durfde het haast niet vast te houden. En deze meneer begon mij toen te vertellen over zijn vader. Hij was zelf ongeveer 4 jaar. En zijn vader zat in het verzet. En in 1944, in november, heeft er hier een enorme razzia van jongens en mannen plaatsgevonden. En zijn vader is toen ook meegenomen. Ze zijn via Amsterdam kampen uiteindelijk richting Duitsland gegaan. Die vader is onderweg, heeft hij proberen te vluchten, te ontsnappen. En is toen in de buurt, 7 kilometer uit de buurt van Osnabrück, is hij in Oordebeek in een soort strafkamp gekomen. Daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd die ik dus nu niet vertel. En uiteindelijk is die man daar ook, ik hou niet van het woord omgekomen, want dat is een veel te mooi woord. Hij is er gewoon vermoord. En wij moeten ook na 75 jaar oppassen dat wij geen versluierende taal gaan gebruiken. Want als je versluierende taal gebruikt, is het wel minder schokkend, maar het niet minder schokkend te zijn. Want het is buitengewoon ernstig en heftig wat daar gebeurd is. En na de oorlog is er iemand die met die vader daar gezeten heeft en die ook hier uit Rotterdam kwam. Het was een vriend, in ieder geval zeker een buurtgenoot. Die is aan zijn vrouw gaan vertellen wat daar gebeurd is. En die man heeft dat zo aangegrepen, het is ook heel dramatisch, die man heeft het einde aan zijn leven gemaakt. Kon het niet aan. Hè? Nou, deze meneer die was toen zelf 4 jaar, hij herinnert zich nog veel op van de buurt, de mensen die daar allemaal woonden. Na de oorlog is deze meneer eigenlijk, hij was toen nog jong. Hij is de lagere school afgemaakt met achterstand uiteraard, met achterstand. En hij is uiteindelijk in het verzekeringswezen terechtgekomen, ging schepen verzekeren. Hè, en heeft een hele mooie, een boeiende carrière opgebouwd. Maar toen hij 55, 60 jaar werd, kun je nagaan. Toen is het eigenlijk het verhaal van zijn vader, wie was mijn vader, wat heb ik meegemaakt. Toen is hij dat helemaal gaan uitzoeken. En hij heeft daar een heel indrukwekkende documentaire. Je kunt hem ook op de website vinden. En dat bracht hij allemaal mee toen ik met hem daar in Engels zat. En we hebben een aantal keren heb ik met hem gepraat over de betekenis daarvan. En hij heeft zijn verhalen ook op een aantal plekken, ook hier in Rotterdam, onder andere in het Verhalenhuis verteld. Hij is bij de bijeenkomst geweest met Abu Taleb, die heel veel gedaan heeft om aandacht te vragen voor de verschrikkelijke razzia die daar toen heeft plaatsgevonden. En ik zelf ben onlangs nog een keertje bij hem thuis geweest en zijn vrouw was daar ook bij. En toen heb ik hem eigenlijk de vraag gesteld van wat betekent het voor u om dit helemaal uit te zoeken, om naar die herdenkingen te gaan in Duitsland, om mij te vertellen. En toen zei ik van als ik zo naar u luister, dan is het net alsof het voor u een helende werking heeft. En toen heeft hij mij teruggeemaild een paar dagen later dat het precies het goede woord was. Het had ook voor hem een helende werking om zo met zijn vader bezig te zijn. Ik zei, hoe is het voor uw kinderen, voor zijn kinderen, die zijn nu ook 50'ers. Dat is heel verschillend. De een wilde meer overhoren als de ander. Dat is ook heel opvallend, dit verhaal. In de rouw moet je altijd zeggen, het gaat over een individu. Het gaat ook over de relaties, de kring omheen. En wat er altijd kenmerkend van is, dat er altijd ongelijkheid en ongelijktijdigheid is. In beleving en in het kunnen omgaan daarmee. Dus dat is voor mij ook, ik heb van deze manier ook weer geleerd hoe belangrijk of dat herdenking is. En als er één woord is waar ik een enorme hekel aan heb, is aan het woord, hebt u het nog niet verwerkt, zo'n vraag. Dit soort goddendingen verwerk je helemaal niet. Je kunt ermee leren omgaan. Je gaat er op een bepaalde manier mee om. En het wordt een deel van wie je bent en van je levensverhaal. Maar je draagt het eigenlijk levenslang mee. Hoe zwaar dat is en of het te dragen is, dat hangt onder andere ook vanaf of mensen oprechte belangstelling hebben. En dat is voor veel mensen heel belangrijk, ook voor nog de opvolgende generatie. He, dat als er mensen zijn die echt belangstelling op zich ergens in willen verdiepen, dan voelt iemand zich ook voldoende veilig en vertrouwd om te vertellen. En dan werk je dus mee aan het meer kunnen omgaan met wat er gebeurd is. Ik heb voor deze meneer, daar moet ik misschien mee. En toen ik zo naar hem geluisterd had,
heb ik voor deze meneer ook een gedicht geschreven, wat eigenlijk ook bij dat Heflingenmarkt hoort. En het is getiteld Hendrik Willem Gaartman. En het gaat als volgt. Je bent geen nummer, je bent een mens. Je was mijn vader, je blijft mijn vader. Je moet, je durft, je verzet tegen onrecht, leeft in mijn hart. Je bent geen nummer om te vergeten. Je bent een verhaal om te onthouden. Een verhaal om verder te vertellen. Jouw moed, jouw durf, jouw verzet in angstige tijden mag niet vergeten worden. Wat toen gebeurde, gebeurt weer. Mensen met moed en durf, met het hart op de goede plaats, brengen hoop. Ik herdenk dat dit gebeurd is. Ik ben van na de oorlog. Ik herdenk dat dit heeft kunnen gebeuren. En naarmate ik er meer over gelezen heb, en ik heb ook het Westerborkpad gewandeld van Amsterdam naar Westerbork, dat dit kwaad zo'n omvang heeft kunnen hebben, dat verbijstert mij eigenlijk steeds meer. Dus dat herdenk ik voortdurend. En ook als een soort... Ja, ik vind het heel opvallend dat Duitsers praten over een maanmaal. Dat betekent, je wordt gemaand, gewaarschuwd. Het denken is waarschuwen, let op. Ja, dat vind ik zelfs nu ook, met wat er nu gebeurt, let op. Er zijn altijd gieren in de lucht, let op de gieren. Ja, dat is een mooi boek van een historicus, zeggen dat de meeste mensen deugen, dat is het probleem niet. Het probleem is de mensen die niet deugen en hoe hou je die in beheersing. En de tweede vraag was, hoe ervaar je het zelf dat je mensen omleert gaan met herdenken en het verleden? Ja, dat verrijkt mij. Ik ben die mensen heel dankbaar. Het geeft mij heel veel inzichten in het leven. Het stemt mij ook milder op veel dingen. Het leert mij ook te kijken naar gedragingen van mensen. In die zin dat achter alle gedragingen verhalen zitten. He, en wij kennen natuurlijk ook verhalen ook van mensen, veteranen nu, he, die in oorlogsgebieden zijn. He, en we kennen ook de verhalen zelfs nu van hun kinderen, dat deze mensen met soms een enorm vreemd gedrag terugkomen, of zich zeer vreemd gedragen, of aan de alcohol raken, of zelfs gewelddadig worden. We zien het eigenlijk ook een beetje met die meneer Kroon, he, met respect zeg ik dat maar. Maar dat is toch een gedrag wat jullie toch ingewikkeld is. He, maar dat je daar niet lichtzinnig over gaat denken, want achter die vreemde gedraging zitten drama's, zitten verhalen. En daar moeten we naar leren kijken.